Hallo mensen, welkom terug in Minecraft en vandaag heb ik weer een Minecraft tutorial voor jullie. En vandaag is dat hoe je een wereld maakt zoals ik nu insta. Dit heet een void world en wanneer je deze maakt is er geen enkel blok. Dit stenen blok heb ik erin geplaatst. Maar ja, dit is dus heel handig als je gewoon iets wil laten zien. Of als je iets helemaal hebt bedacht qua redstone, wat dus onder de grond gaat, dan kun je dat lekker hier boven de grond maken. En dan gewoon, als je Think Creative doet, of als je gewoon, zeg maar, wilt cheaten met MC Edit, wat je hier hebt gebouwd, gewoon in je eigen wereld zetten. En dan zit het onder de grond. En dan hoef je niet moeilijk te doen met onder de grond bouwen, want ja, dit is amper ruimte. Dus ja, dit kan heel handig zijn. Maar om jullie te laten zien hoe je het moet maken, gaan we eerst even terug naar het menu. Oké, we zijn dus nu weer in het menu. Zoals je ziet, Minecraft, made by Jeb. En om het te doen ga je natuurlijk een singleplayer wereld creëren. En ik noem hem even Void Wereld. En je drukt dan even twee keer op spelwoorden, zodat je bij Creative komt staan. En dan ga je naar meer wereldinstellingen. Genereer bouwwerken staat standaard aan. Dat zet je uit. En dan ga je naar wereldtype. Druk je één keer op, zodat hij op super flat komt. Super vlak. Of super flat in het Engels. En aanpassen. Dit is je standaard super flat, super vlakke wereld. Maar je gaat dan naar schablonen. En in plaats van dat je op één van deze drukt, klik je in deze balk hierboven. Druk je op Ctrl-A, zodat alles wordt geselecteerd. En op backspace. Wat je dan invoert is 3. Zeg maar een dubbele punt met een comma eronder. Dus dubbele punt doet zonder shift in te drukken. Minecraft, dubbele punt, R, comma. Dat is alles wat je moet invoeren. En als je dan zegt schabloon gebruiken, dan kun je hier zien laagmateriaal R boven min 1. Op deze manier wordt dus heel de wereld van lucht gemaakt. Wanneer je op gereed drukt, nog een keer op gereed drukt en op wereld creëren drukt, wordt de wereld gemaakt. Je moet wel voor zorgen dat je direct twee keer op spatiebalk drukt, zodat je vliegt. Want anders val je gewoon naar beneden. Naar het gebied wat normaal onder het bedrock zit. Waar je dus doodgaat. Nou, om jullie dit even wat beter te kunnen laten zien, ga ik even hierheen. Wanneer je dus vliegt, druk je op slash om de commentbalk te krijgen. Je typt in setblok, spatie. En dan shift, meest linker toets, spatie. En dat 3 keer. De meest linker toets bedoel ik de toets naast het 1 tekentje. In het Engels heet het een tilde. Ik weet niet de Nederlandse term hiervoor. Dus ja, dit zorgt ervoor dat het blok komt op de plek waar jij nu staat. Minecraft, dubbele punt, stone. En daarmee wordt er dus een blok in jou geplaatst. En kun je erop landen. En dan kun je er gewoon mee werken als ik dit nu doe. Ik pak even extra blokken. Dan kun je hier gewoon lekker mee werken. En je hartstikke moeilijke redstone constructie kun je hier dan op bouwen. Want ja, wie wil nou op een gewone wereld deze constructie bouwen? Dat wil je toch niet? Je wilt toch gewoon dat het lekker makkelijk is. Maar goed, dat is dus alles wat je moet doen. Even voor de duidelijkheid. Alle diep dingen die je moet gebruiken staan. In de beschrijving, zodat jullie dit gewoon kunnen kopiëren en plakken in Minecraft. Maar goed, mensen. Even een goede camera. Ingle. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Want ja, zonder jullie is er geen video. Er is wel een video, maar dan is het niemand om te kijken. Dus ja, daarom bedank ik jullie voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer in een volgende video. Ciao. Pas als ik jullie ga zeggen, ga maar hoeven blokken. Dan zie je dat hij dus langzaam omhoog gaat. Ook als ik de World Border nu op 10.000 zet, dan springt hij naar 10.000. En ik zet hem nu weer naar 150 seconden. En dan zie je dat hij heel snel naar beneden gaat.